Zo, lig je goed? Zo. Nou. Waar zitten we? Nou, we zitten in het Hilton, hè, Miami. Wiehi. Ja, dat is mijn kleine bedje, is dit. 24 kussens. Oh, nog één gewoon. Ja, mijn vriendin die slaapt aan. Je vriendin? En ze hadden geen, waar heb je mazzel natuurlijk, zoals gewoonlijk. Want we hadden eigenlijk één zo'n bed besteld, zo, hè, van 6 meter. Maar die was er niet. Ja, voor onschuldigingen, goed. Toen hebben we voor de alle dames op hier zijn ontbijtjes gekregen, gratis. Dus ja, dat is ook wel weer leuk natuurlijk. Dus we gaan straks lekker eten. En ik waren de schuilen, dit hier mijn grote bed, man. Ja, dit is de kamer. Oh, dat ziet er weer heel klein uit. Ook gewoon. Ja. Overal waar we zijn is het ook altijd een troep, hè. Moet je kijken alweer. We zijn hier nog niet eens een paar uren en het is... En... Hey, het uitzicht. Ja, dan denk je van, dan ga je naar Miami, want dan is het mooi 30 graden. Is het gewoon bewolkt. Het heeft geregend. Of het regent nog steeds. Dit is ons uitzicht op de baai. Kijk, en daar, aan de overkant, liggen al gewoon wat van die vervelende cruiseboten. Ja, dit zijn kleintjes hoor. Volgens mij gaan we met veel groter, want deze zijn niet zo heel erg groot. Maar dat is dus de haven en daar moeten wij de zondag naartoe. Maar ja, eerst nog hier al. Lekker 2 dagen. In Miami. Dus het is vandaag een mooie dag om lekker te gaan shoppen. Een beetje te gaan sightseeingen. En dat soort dingen. Want ik weet het niet, maar het ziet er best bewolkt uit, zeg maar.